Misschien mengt Feyenoord zich dit seizoen ook wel in de strijd om Europees voetbal. Maar Feyenoord teert vooral op de jeugd. Maar de jeugd heeft de toekomst en de hoop is terug in Rotterdam. Ja, Feyenoord, daar kun je zoveel over zeggen. Dat is nog niet klaar. Daar heb je dus wedstrijden waarbij je ineens juichend met Cabral gaat rondlopen. En vervolgens de volgende week lukt dat niet meer. Wij zijn meestal kort van memorie, want het lijkt er nu op alsof Ver vertrokken is. Maar Guidetti en Otman Bakal van PSV zijn gekomen. Dat is natuurlijk niet zo. Recentelijk zijn ook Wijnaldum, Castaños en Miyaichi vertrokken. En daarmee is Feyenoord toch zijn hele voorhoede kwijtgeraakt. Nou is het niet zo zinvol om daarop terug te kijken, om de doodeenvoudige reden dat ze er niet meer zijn. Maar dat gezegd hebbend zou ik het een prestatie van formaat vinden als Feyenoord onder Koeman toch ergens in het linkerrijtje terechtkomt. Ik moet wel zeggen, de indrukken die je krijgt van de eerste paar weken deze competitie doen me wel deugd. Feyenoord is nog ongeslagen. Dat is mooi, na 4 wedstrijden. Dat kan Koeman in zijn zak steken. Dat kunnen ook vooral de jonge spelers in hun zak steken. En die moeten ze wat positiefs mee doen. Je ziet Feyenoord ook tot nu toe niet door een ondergrens gaan die je vorig seizoen wel was. Dan, als het niet liep, dan liep het ook helemaal niet. En dan kon er wel eens een 10-0 uitvallen. Dat zie ik dit seizoen niet gebeuren bij Feyenoord. Het is maar net waar je de lat legt. Maar ik denk dat Feyenoord 5e kan worden. En dan hebben ze het fantastisch gedaan, maar ze kunnen het ook nog redden, ook volgens mij. En klikt dit en heeft Koeman met die 2 mensen die er nu bij komen, met Bakal en Guidetti, misschien precies die 2 mensen zoals hij die vorig jaar had met Castaños die in vorm raakte en Miyaichi. Ja, dan kan dit Feyenoord van nu vermoedelijk hetzelfde presteren als vorig jaar het Feyenoord van na de winterstop. En dan is het een buitengewoon leuke ploeg om naar te kijken. Die Guidetti, ja, ik moet het nog maar zien, iedereen roemt erover, maar dit seizoen had ik nog niet van hem gehoord. Ik moet er maar zien of dat een geweldenaar is. Dat gaan we afwachten. Misschien is Fernandes wel veel gevaarlijker in de spits. Bakal naar Feyenoord, dat kan voor Feyenoord extra leuk zijn. Bakal is natuurlijk al een hele goede voetballer. Maar als hij ook maar een beetje revanchegevoelens in zijn donder heeft, dan gaat Feyenoord daar dubbel van profiteren. Spelers met rancune, die geven nog eens wat extra. Ik zie Kenneth Perez is zo'n voetballer bijvoorbeeld, die dat deed in het verleden. En ik denk dat als Bakal ook een beetje sportieve revanchegevoelens heeft, dat Feyenoord daarvan gaat profiteren. Goeie zet. Met die Guidetti en Bakal er nou bij en verder af, ja, ga je toch weer denken van zou het dit seizoen kunnen. Voorlopig schat ik ze in de middenmoot, dat lijkt me toch wel heel wat. Maar als ze ook nou weer een paar wedstrijden achter elkaar hebben waarin het goed loopt, dan komen ze toch wel in de bovenkant, aan de bovenkant tevoorschijn.